16 mei 2010 vond op de atletiekbaan van de Gooise Atletiekclub Hilversum het eerste Nederlands kampioenschap atletiek voor orgaangetransplanteerden plaats. Vanuit het hele land kwamen de atleten naar Hilversum voor een aantal clinics en natuurlijk de wedstrijden. De voorzitter van de stichting Sport en Transplantatie heette iedereen van harte welkom. Er is veel publiciteit gemaakt, de posters hingen ook beneden, voor deze wedstrijden vandaag. En ik hoop dat ieder die hier is, en uiteraard komt er ook een verslag van deze dag, maar dat ieder die hier is, in zijn contacten met de pers in de komende tijd, nog eens een keer benadrukt wat we hier doen, waar het om gaat en wat het grote belang is van orgaantransplantatie. Maar eerst rest mij om namens de GHC jullie allemaal van harte welkom te heten. Een hele plezierige en sportieve dag toe te wensen. Met geen blessures, laten we daarvan uitgaan. Ook aanwezig op deze dag was Els vader. In de jaren 80 samen met Nelly Koman, een van Nederlands snelste sprinsters. Ik ben echt sprinter, dus 100 en 200 meter. Ik heb nog steeds het Nederlandse record op de 200 meter. Dat dateert al van begin jaren 80. En ik ben diverse malen kampioen op de 100, 200 meter, indoor, 60, 200 meter. Mickey, de dochter van Els, heeft een donornier. Ze is ziek geworden toen ze 2 was en getransplanteerd toen ze 4 was. Dus ze is nu al bijna 15 jaar getransplanteerd. En ja, we zijn heel blij dat ze gewoon sport. En we zijn er ook van overtuigd dat het sporten bijdraagt aan haar, redelijk goede gezondheid nu. Nou, we zijn natuurlijk enorm trots op haar. Het is gewoon heel leuk om te zien. En dat ze toch ook nog harder loopt dan menig ander die wel volledig gezond is. Dat is gewoon leuk om te zien. En vooral het plezier. En, erbij te kunnen uitdragen hoe belangrijk transplantatie of donoren zijn om getransplanteerd te zijn. Dat je toch weer alles kan doen in je leven wat je wil. Ook Heiko Scharren, in 1973 atleet van het jaar bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en trainer van menig atleet, gaf acte de présence op dit eerste NK voor orgaangetransplanteerden. Nou ja, het is al een hele tijd geleden, maar pas in de jaren... de jaren 70, dat ik ben een paar keer Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. Ik ben een keer crosskampioen geweest van Nederland. En ik heb Nederlands records gehad op de 1000, de 1500. En ik ben, daar vind ik, ben nog een klein beetje trots op, de eerste Nederlander die onder de 4 minuten heeft gelopen op de mijl. Je kunt een getransporteerde kun je niet vergelijken met een normale sporter. Hoewel ze wel normaal leven, maar is hun prestatievermogen dus toch wat minder. En daarom vind ik goed dat er voor getransporteerde aparte spelen zijn. Mijn levensmotto is niet van mezelf. Er zijn al meerdere mensen die het gezegd hebben. Alleen ik verkondig het al vanaf het begin dat ik ben gaan leven. Kijk, het is ook duidelijk aangetoond. Je kunt fit blijven. Je kunt er alles aan doen. Je wordt er niet ouder door. Want omdat je dus genetisch is, het toch meestal wel bepaald dus hoe oud je zal worden. Maar het verhoogt wel dus de kwaliteit en dus van leven. En dat geldt zowel dus voor normale mensen als ook voor getransporteerde mensen. En daarom is zo'n dag als vandaag ook bijzonder goed om even onder de aandacht te brengen dat als je blijft sporten, dat dan de kwaliteit van leven dus hoger blijft. Thank you.
Timothy Beck, Nederlands kampioen op zowel de 60 meter indoor als de 100 meter outdoor, was vandaag ook naar Hilversum gekomen. Ik heb een lange carrière gehad, van ongeveer 15 jaar. En ik denk dat de meeste mensen mij kennen van dat ik de vlaggedrager ben geweest op de laatste Olympische Spelen. En van mijn bronzen medaille op een wereldkampioenschap in Parijs in 2003. Ik heb nooit het idee gehad dat ik topsporter zou zijn. Ik denk dat het geheim van mijn succes is gewoon het plezier dat ik heb gehad in de sport altijd. Sport was voor mij altijd gewoon iets wat ik erbij deed. Ik vond mijn studie heel belangrijk. Uitgaan met mijn vrienden vond ik heel belangrijk. En op een gegeven moment kwam ik er toch achter dat het eigenlijk wel heel goed ging in de sport. Ik had talent. En het is altijd leuk als je talent ontdekt natuurlijk. En als je merkt dat je ergens goed in bent, dan ga je daarin door. En uiteindelijk heb ik zo'n hele leuke carrière kunnen krijgen. Vooral door heel veel plezier te hebben in wat ik deed. Ik heb een keer een wedstrijd gehad in 2002 in München, Europese kampioenschap. Daar kwam ik Bob Kallen tegen. Hij is helaas pas geleden overleden. Hij heeft mij persoonlijk gevraagd of ik hier bij wilde zijn. En ik heb al die jaren altijd heel veel contact met hem gehad via de mail. En ik vond het altijd hartstikke leuk om een mailtje van hem te krijgen. Hij was al zo enthousiast en zulke mooie enthousiaste mailtjes stuurde hij. En het ging eigenlijk hartstikke goed met hem. Dus ik ben ook heel erg verbaasd dat dit gebeurd is. En ik wilde toch graag nog even alsnog hier zijn. Uit respect voor hem ook. Ik zit hier te kijken. Nou, ik vind het natuurlijk sowieso leuk om atletiek te kijken. En ik vind het sowieso heel erg leuk om te kijken naar mensen die genieten van de sport. Zoals ik al zei, plezier is voor mij heel belangrijk. En deze mensen hebben zoveel plezier in de sport. En die geven gewoon alles op zo'n 100 meter. Nou, daar kan ik echt met plezier naar kijken. En gewoon echt hartstikke leuk om hier te zijn, om dat te zien. Organisator André Lassoy kijkt terug op een geslaagde dag. Ja, ik vond het een fantastische dag. Het is heerlijk gegaan. Heel veel belangstelling voor orgaandonatie. De radio is geweest, de schrijvende pers is geweest. Ja, wat wil je meer? Het zonnetje heeft geschenen. Iedereen heeft zich ontzettend vermaakt, dacht ik zo. Dus heel veel positieve reacties. Dus prachtig gelopen. Volgend jaar weer? Dat weet ik nog niet. Maar want we hebben natuurlijk een hele drukke agenda voor allerlei dingen te doen. Maar het is zeker voor herhaling vatbaar. De uitslagen van alle evenementen zijn terug te vinden op www.sportentransplantatie.nl.